Gisteravond zijdelings goed tegen Tsonga. En vanmiddag opnieuw twee Nederlanders op de baan. Om te beginnen Timo de Bakker, spelend tegen Mikael Jusny. De man die het toernooi ooit al won in 2007. En die natuurlijk favoriet was in deze ontmoeting. Is een stabiele man al jaren in de top 35. Hier hebben we zijdelings over nog eventjes in beeld. En stabiel dus, Jusny. En stabiel nou net niet de afgelopen jaren de Bakker. Is weggezakt. Heeft keuzes gemaakt. Om sommige dingen niet te doen en andere dingen nou weer net wel te doen. En als je dan zoals hij is, mid 20 bent, 24, dan is dit een van die gelegenheden als je met een wildcard in het toernooi mag komen. Om daar gebruik van te maken. En dit gaat er. Dan krijgt nog een kans, maar dit gaat hij er toch diagonaal langs. Snel ter been, Jusny. Complete man, zeker als hij het gevoel heeft dat het goed gaat. Hier zitten we uiteindelijk dan toch in die tweede set in een tiebreak. Er was een gelegenheid voor Jusny om het goed te doen nadat hij de eerste set eenvoudig had gepakt met 6-3. Kwam een break voor, verspeelde die. En in die tiebreak, u ziet het. Was de Bakker simpelweg de betere van de twee. Misschien dat er op dat moment al sprake was van geblesseerd zijn bij de Rus. Hier zien we de behandeling. Ik had het op tot en met die tweede set aan het voetenwerk niet waargenomen. Maar vervolgens zal in die derde set blijken dat Jusny letterlijk en figuurlijk kracht heeft ingeleverd. En Timo de Bakker zal denken, ja, dat zal mij toch allemaal een zorg zijn. Naar voor jou, gebruik er zelf een ander woord trouwens, is een praatje na de wedstrijd. Maar ik kan hier wellicht vandaag belangrijke punten halen. Klimmen op de wereldranglijst, teruggaan, dat is zijn eerste doel naar de top 100. Want daar hoort hij natuurlijk zeker in. Dat zagen we vandaag ook op alle mogelijke manieren weer terug. Hier zien we 4-1. Een dubbele break heeft hij op dat moment. Dat was de reactie van Jusny. Die zei, game over, ik stop ermee. Ik kan niet meer goed spelen. En het is, hoe je het ook bent of keert, gewoon een hele goede ontwikkeling voor deze Timo de Bakker. Hij heeft dit soort zegens echt nodig om zijn immense talent, want dat zagen we toch ook weer tegen Jusny, om dat nou eindelijk eens gaan vertalen de komende anderhalf jaar in een plaats, misschien wel richting de top 50.